In eerdere how hebben we de browser en het mailprogramma van SeaMonkey bekeken. Je kunt ook nieuwsfeeds gebruiken binnen het mailprogramma. Dan abonneer je je op een RSS-feed en krijg je berichten over bijvoorbeeld nieuws waarvoor je je hebt aangemeld. Een kort overzicht in deze how -to. RSS staat voor Really Simple Syndication. Het is een makkelijke manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuws op je favoriete sites, blogs of van bekende nieuwssites. Je ziet hier dat ik me al eerder heb geabonneerd op de RSS-feed van nu.nl. We bekijken hoe je je moet abonneren. Kies in het mailprogramma van C-Monkey voor File, New Account. Selecteer blog en nieuwsfeeds en ga naar de volgende stap. Geef een naam op voor dit account, bijvoorbeeld Sport. In de volgende stap kun je deze wizard afsluiten. Aan de linkerkant zie je de nieuw gemaakte feeds, in dit geval Sport. Om berichten te kunnen krijgen, klik je op Manage Subscriptions. Hier moet je de feed-URL toevoegen. Die kun je vinden op de betreffende website. Dit is het pictogram voor feeds. Klik er met de rechtermuisknop op en kies Linkadres kopiëren. In het venster Feed Subscription plak je de URL. Daaronder kun je aangeven met welke regelmaat er op nieuwe berichten moet worden gecontroleerd. En je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen een samenvatting van een artikel te laten weergeven. Klik tot slot op Add. En sluit het venster. Je ziet hier nu de berichten met in het berichtvenster een samenvatting. Als je het hele artikel op de website wilt lezen, klik je hier op de link. Zo kun je je dus op veel feeds waarin je bent geïnteresseerd abonneren. Je kunt je ook weer afmelden. Selecteer de feed aan de linkerkant en klik op Manage Subscriptions. Zorg ervoor dat de link met de titel in beeld komt en klik op Remove. Bevestig je keuze. Vanaf dat moment krijg je geen updates meer van de betreffende website. Tot zover, deze auto over het gebruik van nieuwsfeeds in SeaMonkey.